Vandaag heeft Nelly Kroes een fantastisch artikel gepubliceerd in The Guardian over de digitale boekenmarkt in Europa. Oh? Dat die achterlijk is. Echt fantastisch dat zij dat dan... Oh, dus gaaf joh! De commissaris van de digitale... Nou ja, Eurocommissaris Digitaal, zoiets. Ja? En zij heeft gezegd dat de e-bookmarkt dat die achterlijk is. En dat je gewoon... Op welke manier? Nou, in een lang artikel. Waarin ja. Nee, op welke manier is het achterlijk? Waarom is het achterlijk? Omdat... je kan geen boeken kopen. Mensen zijn niet vrij om boeken te kopen in het formaat wat zij willen. Ja. Dat is ook echt een klacht die ik heb. Ik heb een bepaalde e-book reader die ik heel graag gebruik. Mm-hmm. Maar ik kan heel veel boeken kan ik niet in het formaat, in het gewone open e-pub formaat, zijn gewoon niet te koop. Ja, precies. Dus die kan ik niet lezen in de e-book reader die ik wil gebruiken. Ja. Dus dan moet ik of een Kindle app gaan gebruiken, wat ik helemaal niet wil. Of ik moet iets anders gaan gebruiken. Ja. Ik kan van heel veel boeken kan ik niet legaal kopen. Ik heb laatst van het weekend zocht ik een boek. Leuk boek wilde ik hebben. Hebben me echt suf gezocht naar een boek wat ik kon lezen op Readmill. Mijn e-book reader. Ja, kon precies. Niet te krijgen. Het werd in allemaal soorten formaten werd het aangeboden, het boek. Maar niet open e-pub formaat. Dus allemaal DRM dingen en allemaal dat soort onzin. Afgesloten met wachtwoorden en accountnamen en dat soort dingen. Ja, ik heb het uiteindelijk uit armoede heb ik maar... vond ik een torrent. En toen had ik binnen een minuut had ik, had je het binnen. Dat is echt zo'n zonde. Heb je dan wel gekocht en dan in e-pub formaat zeg maar op je nee, ik koop geen DRM. In je reader gezet? Nee, ik betaal niet voor DRM. Het is gewoon een model wat gedwongen moet worden om te falen. Ja, daar weiger ik aan te betalen. Ja. Dat vind ik echt zo. Ja, want je hebt een soort van ook een halfwassen manier van sommige mensen die zeggen, nou ja, ik wil wel dat de schrijver zeg maar geld krijgt, dus dan koop ik het. Ja, maar ik betaal niet aan DRM. Net zoals als ik muziek koop, dan kijk ik altijd of het van een groot label is. Mm-hmm. Dus van een groot label is, dan koop ik het niet. Hey. Want grote labels die spenderen een groot deel van hun budget eraan om te proberen om mij als crimineel te bestempelen. Precies. Dat wil ik niet. Bovendien ondersteunen ze Nickelback. En dat is gewoon onvergeefbaar. Niet iedereen doet dat. Niet iedereen in de muziekindustrie doet dat. Niet? Nee. Maar inderdaad, dat label moet geboycott worden. Ja, inderdaad. Maar structureel. Ook als het een... Hey, het is rustig. We zijn er. Het is heel erg rustig. Ja. Blijkbaar gaat iedereen gewoon altijd op vrijdag. Ja, het is donderdag, dames en heren. En, maar Nelly die had daar dus een enorme mening over. Ze zegt dat het achterlijk is. Maar gaf ze ook nog richting aan hoe het opgelost moet worden? Ze zei ten eerste, er was iets belachelijks. Dat in Engeland is er geen belasting op boeken, 0%. Ja. Maar op e-books 20%. Dus automatisch zijn e-books duurder in Engeland dan papieren boeken. Oh, oké. Okay. Zo. Maar e-books. Dus de ene wat Nelly Kroes zei was dat... Dat achterlijk was? Nou, dat de belastingen veranderd moet worden. Een boek is een boek. En er moet gewoon hetzelfde belastingstelsel voor gelden. Ja. En de uitgevers moeten veranderen. Die moeten dus los. Dus hoe ze nu uitgeven is dat ze zoveel mogelijk krampachtig vasthouden. Ja. Dus zij zegt gewoon, een digitaal boek moet hetzelfde zijn als een papieren boek. Als ik het heb gekocht, is het gewoon van mij. Daar moet je niet zo moeilijk over doen. Dus het is geen licentie die je afkoopt? Gewoon, het is een boek en ik kan het lezen zoals ik wil. Dus, ja. En dat is heel belangrijk. Je moet het gewoon kunnen lezen zoals jij het wil. Dat is best wel een sterk signaal. Nou, is zeker echt, van een autoriteit als Nelly. Het is echt een fantastisch artikel. Jongens. Ze zegt geen halfslachtige dingen. Ze zegt gewoon echt hele goede dingen. Buitenop staat. Nee. Ja.
Hé, maar... Want dus nodig niet de boekenmensen uit om een uniforme manier van DRM uit te vinden. Dat het overal werkt bijvoorbeeld. Nee, ze zegt een uniforme... ze moeten gewoon een standaard gaan gebruiken. Ja. Die standaard is er, dat is de EPUB. Ja. EPUB 3, daar kan je ook allemaal HTML 5 en leuke C63 dingetjes mee doen. Dat is wat Apple ook gebruikt, geloof ik, voor een deel. Die gebruikt ja iets wat... Ja, volgens mij gebruiken die dat, ja. Ja. Maar Kindle gebruikt dat bijvoorbeeld niet. Die gebruikt weer iets... Een heel oud formaat. Gebruik een Mobi, toch? Mobi formaat. Ja. Maar dat is gebaseerd op iets heel ouds. En daar, dat is eigenlijk een soort van ongestijlde HTML. Dat zie je ook. Oh, het verschil ja. is ook heel groot tussen een Kindle boek en een EPUB boek. Oké. Okay. EPUB boeken zien er veel mooier uit. God, dat was me nog niet eerder opgevallen. Maar dat, ja, misschien een soort van tech-achtig... En kijk, Kindle hoeft niet meer te vernieuwen. Die hebben gewoon een monopolie. Ja, die hebben geen enkele noodzaak om Kindle-boeken er leuker uit te laten zien. Ja. Nee, dat... ja, maar denk je niet dat ze toch mee zullen gaan? Of misschien zelfs de leiding daarover nemen, omdat ze een groot speler zijn? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze dat niet gaan doen. Hm. Nou ja, of... Kijk, er zijn gewoon geen grote concurrenten. Nou, Apple is geen concurrent van Amazon. Amazon is zo enorm groot. Wat ja. Apple aan boekenmarkt heeft, dat is echt een blipje. Ja, dat wel. Maar ze zijn op andere gebieden zijn ze wel grote concurrenten. Wordt het op mediagebied? Ja, maar het gaat nu over boeken. Ja, maar mediagebied is... Maar denk je niet dat het juist... Hè, dus dat dit een goede aanzet is, een vrij... onschuldige markt in opbloei als de boekenmarkt. Dat ze dat op een gegeven moment ook effect gaat hebben voor muziek en voor video en voor Kijk, de muziekmarkt serie. Zit al best wel goed. Ja, de muziek, maar bijvoorbeeld video en series video's, en dat soort dingen. En zoals bijvoorbeeld... Video is nog steeds net zo achterlijk als de fonts, als boeken. Dat zijn gewoon... Ja, je moet eens kijken naar de muziekmarkt en zeggen van... Ah, kijk nou, die verdient meer dan ooit. Ja. Misschien moeten we dat eens gaan... Maar dat is ook de Nederlandse boekenmarkt die zegt... Nee, want als we boeken zonder DRM gaan uitgeven, dan... Ja, dan gaan we minder verdienen. Dan wordt minder verkocht. Ja, precies. Dat is slecht. Gaan mensen het uitwisselen. Dat is slecht. En, we zijn bang. Gaan we failliet. Ja. En, dat is slecht. Het antwoord is, dat klopt. Zeker als je er zo door blijft. En... Dan is, blijkt dus in Amerika is gewoon inmiddels 30% van de boeken die verkocht worden, zijn digitale boeken. Ja, natuurlijk. En mensen lezen meer dan ooit. Ja. En ik lees ook meer dan ooit. Ik las nooit. Ik luisterde altijd. En nu begin ik ook... ik vind het heerlijk om in het zonnetje te zitten. Wel met mijn Kindle, sorry. Maar ja, ik vind de e-book, het formaat van... e-ink vind ik heel erg fijn. Ja, ik ook. Vind ik erg mooi. En daar heb ik nog geen... Ik vind de Kindle daarin de beste eigenlijk. Ik heb die van Sony heb ik wel gezien, maar die zijn... Ja, die van Kindle is ook gewoon echt een goed ding. Ja, inderdaad. Ja. Overigens... Dat is gesynchroniseerd en dat kan je overal... Ja, inderdaad. Maar goed, dat soort diensten die kunnen ook nog wel... Die worden vast op een gegeven moment overal overgenomen.